in het Westen herdenken dat het dit week einde, 2 jaar geleden, is dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. En laten we, voordat we erover gaan praten, toch even kijken naar de beelden. Принято решение о проведении специальной военной операции. Oorlog in Europa, waar iedereen bang voor was, is begonnen. 40-mile-long convoy of hundreds of Russian tanks approaching Kiev. Officials in the Ukrainian city of Mariupol say that a theater where it's believed that hundreds of people were sheltering has been completely destroyed. Gruwelijke beelden van tientallen vermoorde burgers in de straten van Bucha. Мы знаем, тысячи людей вбитых и закатованных. Voor de invasie woonden hier 80.000 mensen. Nu zijn er bijna alleen nog militairen. Onophoudelijk bombarderen de Russen Oekraïnse stellingen. Wagner forces waving flags triumphantly atop of devastated buildings in Bakhmut. This morning a major disaster unfolding in southern Ukraine. Drone video showing the Dnipro River gushing through a critical dam and hydroelectric power plant. In Rusland stijgt de spanning nadat militairen van het huurlingenleger, de Wagnergroep, in opstand zijn gekomen tegen het Russische leger. Opnieuw een aanval op de Krimbrug, het prestigeproject van de Russische president Poetin. Het roept herinneringen op aan de aanslag van oktober vorig jaar. De afgelopen weken had het Russische leger Avdiivka steeds verder omsingeld. Daarom besluit Oekraïne nu om zijn troepen terug te trekken. Ja, hier aan tafel de veldheren Marten Cruijff en Peter van Uhm en oorlogsfotograaf Eddie van Wessel. Eddie, jij was december, denk ik, nog in Avdiivka. Ja. Je hebt wat foto's meegenomen en één laat misschien meteen zien waar de oorspronkelijke bewoners van die stad op dat moment bivakeren als er gevochten wordt. En waar is dat? Nou, dat is onder de flats. En dat zijn eigenlijk niet eens kelders, dat zijn gewoon kruipruimtes. Mensen hebben dat vaak ook zelf uitgegraven om het nog dieper te maken. En ze wonen daar, wonen kun je eigenlijk niet van spreken, maar mensen gaan even naar boven om het hoogst noodzakelijke te halen. Boven je hangen dan onmiddellijk drones. Die kijken of je een bedreiging bent of niet. En soms lukraak exploderen ze zichzelf. Dus er is ook geen verdediging mogelijk. Mensen gaan daarna weer onder de grond en wonen soms met 20 mensen in een ruimte van 4 bij 5 meter. Ja, en dat is dus eigenlijk een extreem lange tijd van onderduiken wat ze doen. Ja, wil je in die stad blijven, hè, sommige mensen hebben geen keuze, dan ben je tot dit leven veroordeeld. Een leven boven de grond in Avdiivka is niet mogelijk. Zijn het voornamelijk ook ouderen en vrouwen die daar zijn? Nee, je ziet ook jongere mensen die zeggen van ja, maar ik wil voor mijn oma zorgen. Ja. Of er zijn mensen die zeggen ik heb 20 katten. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om zo'n stad niet te willen verlaten. Om te zeggen, ik ben hier geboren. Dit is mijn geboorteplek hier. Desnoods ga ik hier ook dood. Vandaag kwam nog wat beeld binnen. Laten we daar nog even naar kijken van mensen die nu Avdiivka uitvluchten. Они уже дошли до Невельского. Тут осталось километра 20-30. Все. Разобьют и нас. Вы видели, как стирают с лица земли города? Когда война кончится, тогда будем возвращаться. А так нет, не буду возвращаться. Все оставила, и дом, и то есть квартиру, все. Оставили и едем. Marten Cruijff, Avdiivka, ja, zo'n plaats. Wat is daar nou het strategisch belang van dat daar zo hard en zo lang voor gevochten is? Eigenlijk niet. De waarde is dat het al 10 jaar... weerstand bood tegen de Russen. Het is nooit echt veroverd. Dus daarom heeft het een symbolische waarde. Als je dat kunt veroveren, heeft dat waarde. En het was een soort puist, zeg maar, in de Russische linies. Maar het is niet zo dat nu het front doorbroken is of andere dingen. En de prijs die de Russen daarvoor hebben betaald is natuurlijk zo exorbitant hoog. Echt tienduizenden soldaten zijn daar gesneuveld. En waarschijnlijk ligt dus de waarde in dat Poetin wil worden herkozen als president en een succes nodig heeft. En Avdiivka voldoet daaraan. Laten we het even over die prijs hebben, zoals je dat zegt. En dat kunnen we misschien het makkelijkst doen aan de hand van wat feiten die we op een rij hebben kunnen zetten. En dan beginnen we eigenlijk met het aantal doden dat deze oorlog tot nu toe heeft geëist. En we gebruiken daarvoor cijfers die de Britse krant The Guardian vorig jaar augustus heeft gepubliceerd. Er zijn 120.000 Russische militairen omgekomen. En aan de kant van Oekraïners 70.000. En daarbij ook nog eens 10.000 burgerslachtoffers. Peter van Uhm, bent u het een beetje eens met deze getallen? Ja, het blijft natuurlijk toch gissen. En vergeet vooral niet daarbij op te tellen dat voor iedere dode militair mag je minstens 2 gewonde militairen nog even erbij tellen.
die ook uitgeschakeld zijn. Dan hebben we het nog niet over degenen die vermist zijn. Dus de cijfers zijn nog veel, veel gruwelijker. Ja. Maar ja, de Russen geven daar niet zo over naar buiten. De Oekraïners al helemaal niet. En vaak worden dit soort cijfers ook gebaseerd over wat de Oekraïners over de Russen zeggen. Juist. Dus we moeten uiteindelijk deze cijfers wel een korrel zout nemen. Maar dat het verschrikkelijk is, dat is een feit. Ja, dat is het lastige. Hè? Je probeert met deze cijfers een zekere mate van de helderheid te creëren. Ja. En tegelijkertijd weet je dat dat niet helemaal werkt. Laten we nog even kijken naar hoeveel het tot nu toe heeft gekost. Er is bij elkaar ruim 170 miljard euro al opgebracht. Er is nog heel veel geld onderweg. U ziet hier wat grote donoren, maar er zijn natuurlijk nog veel meer donoren. En laten we dan ook even kijken, en dat is misschien nog wel het meest bijzondere, naar het ingenomen gebied. Op 24 februari 2022 zag het er zo uit. Dat betekent dat het roze gebied was toen al ingenomen door Rusland. Nu zijn we dus 2 jaar verder en nu ziet het er zo uit. Dat zijn grote gebieden, dat realiseer ik me. Ja. Maar als je het zo op zo'n kaart ziet, hoe zou u het kwalificeren? Ja, nou, dit is eigenlijk een mislukte militaire operatie. Zo moet je het zien. En wat Mart al zei, Poetin heeft toch succes nodig. Dus hij maakt nu eerst van Bakhmut en nu van Avdiivka, maakt hij dan voor nationale propaganda, maakt hij er een groot strategisch succes van. Maar ja, ik heb hem beschouwd, zeker als je het afzet tegen de initiële doelen die hij had. Eigenlijk heel Oekraïne, Kiev inpakken, het regime verwijderen. Ja, dan heeft hij maar heel marginaal iets bereikt. Ja, nou heeft zo'n oorlog dus op zijn minst 200.000 levens gekost. Op zijn minst zo'n 200 miljard euro gekost. Dit is dan een beperkt gebied wat er veroverd is. Waar is de moraal nog te halen, Mart? Aan de Russische kant niet. We zien ook weer deze week dat Poetin zijn doelen wil bereiken, koste wat het kost, zonder enig terughoudendheid, zonder enig rekening houden met menselijk leven, menselijke waardigheid. We moeten goed realiseren dat Poetin iemand is die letterlijk over lijken gaat om zijn doelen te bereiken. Ja. Wij hebben deze week misschien iets minder, als het gaat over Rusland als agressor, gedacht aan de oorlog in Oekraïne en iets meer aan Navalny. En misschien dat het gevoel wat bij die twee hetzelfde is, is het gevoel van machteloosheid. Je kunt er naar kijken, je kijkt naar een oorlog en die oorlog gaat maar door. Ja. Je kunt kijken naar deze moord in slow motion op Navalny. En ik lees op de Twitters en overal verontwaardigde berichten. Ik hoor verontwaardigde politici, zowel in binnenland als in buitenland. Aan deze tafel zal ook boosheid of verontwaardiging worden uitgesproken. Maar uiteindelijk verandert er niets. Nee. Maar het is zo moeilijk om in dat hoofd van Poetin te kijken. Want ik heb ook de grote vraag. Hij heeft deze man gewoon in zijn macht. Ja? Waarom nu? Waarom laat hij hem nu sterven? Waarom vermoordt hij hem nu? Want zo is het gewoon. Hij heeft zijn verkiezingen die eraan komen. Hij weet dus dat er reuring in zijn eigen land gaat ontstaan. En hij doet het precies op het moment dat een heleboel regeringsleiders in München bij elkaar zijn bij de veiligheidsconferentie. Dus hij heeft dus na de dood van deze man, van Navalny, geeft hij hem nog eens een keer een heel groot podium in München om eigenlijk, terwijl hij al dood is, nog eens een keer een statement te maken. Ja. Want dat bij monden van zijn vrouw uiteindelijk. Maar is het statement dan niet eigenlijk, Mart Kuijf, dat het maakt me niet uit wat jullie vinden, jullie doen me toch niet echt wat? Dat is het statement. Jullie zijn zwak. Ik zie jullie als zwak. Het gaat me niet om woorden, maar om daden. En als jullie willen boksen met een oog dicht en een arm op de rug, dan kom ik naar jullie en dan gaan we boksen. Ja. Zo is het. In de verhalen die gingen over Donald Trump, die op een gegeven moment zei, als jullie niet aan je 2% houden na verleden, dan desnoods worden jullie aangevallen door Rusland, zal me een zorg zijn. Daar las ik ook een verhaal van, zonder de Verenigde Staten van Amerika zou de NAVO toch nog 5 keer sterker zijn qua militaire macht dan Rusland. Onderschrijven jullie dat een beetje? Nou, wel qua geld en financiën en omvang, maar niet qua inhoud. Want 90% van de belangrijke middelen van NAVO, en dan praat je over satellieten en communicatiedingen, is Amerikaans. Toen we uit Kabul weg moesten en de Amerikanen gingen weg uit Kabul, moesten wij ook volgen. Dus we geven er veel meer aan uit. Ja. Maar dat eigenlijk zien we dat het veel minder gevechtskracht oplevert dan dat de Amerikanen of de Russen kunnen genereren. Ja, dus en dat kun je ook doortrekken naar de steun voor Oekraïne. Ja. En dat is iets om ons zorgen over te maken. Want Europa kan financieel Oekraïne best steunen. Laat wel wezen, er is net voor 50 miljard weer een beslissing genomen in Europa. En ik vrees dat niemand hier in de zaal er een boterham minder om eet. Dus financieel, economisch hebben we best wel de power om Oekraïne nog lang te steunen. Maar als je ze militair wil blijven steunen met militaire spullen, dan heb je Amerika en de Amerikaanse defensieindustrie nodig. En als dan zo'n meneer in Amerika gaat roepen van ik doe niet meer mee, dan wordt het heel erg lastig. Maar toch even de platte vragen. En ik weet ook het antwoord wel. Maar toch, je zou kunnen denken, als je zoveel sterker bent,
Waarom sla je dan niet een keer echt terug? Ja, die vraag hadden we ons al eerder moeten stellen. Want uiteindelijk ging Poetin bij Georgië al uit de bocht. Daarna in 2014, nou, je hebt net het kaartje gezien. En iedere keer doen we dit. En in de geschiedenis hebben we kunnen leren dat als je kijkt naar Rusland en hun geschiedenis, ze wijken uiteindelijk maar voor één ding, en dat is macht. En we zullen dus ergens een grens moeten trekken. En nu doen we dat ten koste van Oekraïne en de Oekraïnse bevolking. Ja, maar zegt u dan, bent u er dan van overtuigd, vraag aan jullie allen hoor, dat dit de grens is die getrokken is? Of zou het niet zo zijn dat als Oekraïne straks op een gegeven moment, ja, komt er vermoedelijk toch een moment dat er gezegd wordt, we moeten maar gaan praten met elkaar? Kijk, Poetin dacht na 2014, ga eens kijken, wat gebeurt er nou om mij heen? En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dus hij dacht, wacht even, dat is mij wel een kans om door te gaan. Ja, dat werden sancties, maar ja, dat was sancties, hij niet van ongeveer. Ja, precies. En we weten eigenlijk wat zijn ambitie is. Dat is zeg maar zoveel mogelijk dat groot Russische Rijk, en dan kijken we ook naar de Baltische Staten, kijken er ook in, om dat weer in te nemen. Wat even, het groot Russische Rijk is eigenlijk wat we hier zien, hè? En wat je dit ziet met Oekraïne, met Moldavië, maar ook met Estland, Letland. Alles wat rood is. En Litouw. En als je daar landt in de Baltische Staten, dan zeggen ze eerst tegen jou, jullie zijn gek, kijk even wat daar gebeurt in het oosten. En het tweede is, gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen als NAVO, omdat we NAVO-landen zijn, om ons te verdedigen? En daar twijfelen ze aan. Ja, ik snap dat ze eraan twijfelen, want tot nu toe, nou weet ik wel dat je kunt zeggen, Oekraïne maakt geen deel uit van de NAVO, dus er is geen artikel 5 en alles. Maar er is ook niet heel veel waarvan je denkt, nou, straks zullen ze het wel anders doen. Want dan gelden toch dezelfde argumenten, denkt u niet? Nou ja, we hebben ons verplicht. We zijn lid geworden van de NAVO. Dus wie A zegt, moet ook B doen. Die verplichtingen waren er niet naar Oekraïne. Bij een vorige oorlog werd er al gezegd, Moria pour Danzig. Willen wij sterven voor Danzig? Die vraag stellen de Balten zich nu ook. En wij zullen ons als NAVO dan ook loyaal moeten opstellen. En als Poetin die stap zet, dan zullen we ze dus moeten steunen. 10% van de Europeanen gelooft nog dat Oekraïne die oorlog kan winnen. Hoort u bij 90 of bij 10%? Het gaat om wat is de definitie van winnen. Nou ja. Dat is het vervelende. Want, voor mij is de definitie van winnen dan voor dit gesprek, even voor het gemak, dat Oekraïne weer terug kan naar zijn eigen grenzen. Ja, ik zie dat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar Rusland gaat deze oorlog ook niet winnen. Want stel dat ze Oekraïne zouden bezetten of grote delen daarvan, hoe hou je dat onder controle? Dat kan met Georgië, dat kan met Wit-Rusland. Maar met Oekraïne lukt ze dat niet. Gaat je niet lukken. Maar wat is dan, want ik weet niet of jullie Elisa van Weda kennen, schrijfster. Ja. Zij heeft ook een prachtige allegorie eigenlijk gemaakt door te zeggen, je moet je voorstellen, er komt een man bij jou. Die komt gewoon in jouw kamer zitten, die doet verder niks. En elke dag neemt hij een stukje meer van jouw kamer in bezit. En jij denkt, hoe kom ik er nog langs en wat dan ook, maar ik blijf het maar doen. En totdat je vrienden zeggen, omdat die man al meer dan de helft van je kamer heeft, joh, ga dan een ander huis nemen, want hier kom je niet vanaf. Ja. Dat is een beetje de gedachte over Oekraïne. Ja. Moet je tegen Oekraïne zeggen, ga maar onderhandelen? Nou ja, je ziet dat er druk is op Zelensky geweest. Biden roept nu van, ik ga hem niet dwingen tot onderhandelingen. Maar er zal een keer een moment moeten komen dat je aan de tafel moet gaan zitten. En dan wordt het toch een zaak van geven en nemen. Ik heb hem in Bosnië ook met de vreselijke lui die bloed aan hun handen hadden, heb ik moeten onderhandelen. Maar je weet dat op een gegeven moment moet je wel afscheid van ze gaan nemen. Maar ieder conflict eindigt uiteindelijk een keer aan die onderhandelingstafel. Dat weten de Oekraïners, dat weten de Russen ook. Ja, en die heb jij, als jij ook, je hebt zelfs in de loopgraven nog een nacht doorgebracht, heb ik gehoord. Heb jij het gevoel dat de mensen die jij spreekt en daar ontmoet, dat die vechten tot aan het einde der tijden? Of dat daar ook een soort... Ja, dat wel. Wat ik wel merk is dat het moraal wel minder wordt. Ja. In het begin was het echt een patriottenoorlog. De vrijheid van Oekraïne stond erover. Heb je het over de Oekraïnse bevolking? Heb ik het over de Oekraïnse bevolking, maar ook de Oekraïnse militairen en ook de militairen uit het buitenland die in Oekraïne vechten tegen de Russen. Dat moraal was ontzettend hoog. En dat was eigenlijk het enige wat niet stuk kon. Maar Oekraïne heeft toch steeds meer het gevoel dat ze alleen staan. Op het moment dat ik op een artilleriepunt kom om te fotograferen, zeggen ze, maar wat kom je fotograferen? Dat wij koffie drinken? Want we hebben namelijk geen munitie. En dat is ook precies de reden wat ik vanuit contacten vanuit Avdiivka hoor. Commandanten die daar nog vochten een week geleden. De wapens zijn op, de munitie is op. Die zeggen, we hebben niets om mee te vechten. Ja. We hebben gewoon niets om mee te vechten. En dat is natuurlijk killing voor het moraal. Ja. Maarten Cruijff is in te zien met de kennis die u daarover hebt. Hoe lang het duurt voordat dat soort materiaal weer ter plekke is? Heel lang.
echt heel lang. We hebben eigenlijk wat we hadden in Europa hebben we eigenlijk weggegeven. Dat staat nu daar. Denemarken nog, recent. Die heeft gezegd, alle kanonnen die we hebben en granaten sturen we allemaal weg in de komende 3 jaar. Hebben wij dat ook gedaan? Niks. Nee, niet toch? Nee, maar dat is een beetje anders. Want Denemarken krijgt nieuw spul. Dus dan kun je zeggen, wij gooien dit nu weg en over 3 jaar komt het nieuwe spul. Als wij nu wat weggeven, dan moeten we wel 10 jaar wachten voordat wij weer wat krijgen. Want dan moet je achteraan sluiten bij de producenten. Dat is gewoon moeilijk. Ja. Maar het is wel... Jullie zijn de strategen. Terecht. Hè? Maar je zou kunnen denken, als ik nu niet die spullen geef... Ja, maar dat is zo. Dus als je de keuze hebt tussen wat je nog hebt liggen voor jezelf... Ja. Als je het ergens nodig hebt, of het moet nu die kant op... De signaal van Denemarken is heel helder. Ja. Het moet nu die kant op. Maar zou je dat ook voor Nederland vinden? Ja, dat zou ik ook voor Nederland vinden. Ja, maar de Nederlanders zijn ook al heel inventief. Want vanaf het begin van de oorlog hebben ze inmiddels in het ministerie van Defensie... een aantal mensen onder een kolonel hebben ze vrijgemaakt. En die zijn gewoon ook bezig over de hele wereld aan het kijken van... waar kan ik nog militaire spullen voor Oekraïne vinden? En daar zijn we zeer inventief in. We waren de eerste en we zijn er ook heel grondig in geweest. Misschien kunnen mensen nog herinneren dat er op een gegeven moment 100 tanks in Zwitserland werden gevonden. Dat hebben die Nederlanders gedaan. Ja. Ja? Dus we proberen aan alle kanten de Oekraïners te helpen. Maar de vraag of je je eigen, laat maar zeggen, noodvoorraad, om het zo maar te zeggen, of je die weg moet geven, dat is en blijft dan lastig. Want dat is dezelfde vraag die Mart en ik als commandant hadden. Wanneer zet je je reserve in? Wat is het juiste moment? Want je kunt het maar 1 keer doen. Jawel, maar het gaat er natuurlijk ook om, en daar hadden we het net eigenlijk zelf over, wat is onze buitengrens? En als onze buitengrens daar ligt, dan zou je zeggen, daar moeten de spullen naartoe. Ja, en de buitengrens van onze waarde, die ligt daar. Ja. En dan zou je de spullen er dus met z'n allen naartoe moeten sturen. De buitengrens van ons bondgenootschap ligt er niet. Ligt er niet. Ja? Nee. En dat maakt het dus heel erg dubbel. En ook lastig voor politieke leiders om uiteindelijk die beslissingen te nemen. Ja. Je hebt nog een mooie foto gemaakt. Je hebt heel veel mooie foto's gemaakt. Maar 1 foto die... wij vroegen jou, onze redactie van tevoren, Eddie, van wat is voor jou nou de foto van deze oorlog? En toen heb je voor deze foto gekozen. Ja, ook omdat het een recent beeld is. Dit is een groep soldaten op een tank die terugkwam uit Bakhmut. Chashiv Yar, dat was de plek waar het toen nog veilig was... wat inmiddels ook zwaar onder Russisch vuur ligt. Dus de Russen rukken wel degelijk op. En deze mannen die zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk getraumatiseerd. Gaan iedere dag naar de frontlinie. Ze haalden er een gewonde soldaat uit. Een aantal van hun collega's hadden hersenschuddingen door de zware explosies. Dit zijn mannen waarvan je ziet, van die zijn blij dat ze de dag overleefd hebben. En die leven dag voor dag. En een aantal van hen zal er nu niet meer zijn. En dat is de realiteit die op de frontlijn... En ik vind al die verhalen prachtig over die wapens en die munitie en zo. Maar ik zie het niet aan de frontlijn. Ik zie op de frontlijn alleen maar oude troep. En ik zie soldaten die geen spullen hebben. Dus wat het systeem erachter is, weet ik niet. Maar op het moment dat Rusland nu stopt aan het einde van Donbass... en zegt, ik maak hier een vredesakkoord... dan gaat hij de resources uit Donbass gaat hij verkopen. En Europa staat op knieën over 10 jaar weer te wachten. Want zo zijn we. Zo verdeeld als wat. Ja. Er is geen eenheid. En dat is Rusland wel. En dat is ook precies de reden waarom Rusland op dit moment... sterkere klappen maakt dan Oekraïne met steun van de westerse wereld. Ik heb geen enkel moment optimisme in dit gesprek gehoord. Nou ja, ik vind het bijzonder knap hoe lang de Oekraïners het volhouden... en de manier waarop ze het volhouden. Daar kan ik alleen maar diep respect voor hebben. Maar dat is wat anders dan optimisme. Ja, want dat zeg je tegen een jongen die in een put ligt met water... en dat hij er niet meer uit kan. Ja, ja, ja. Ja, wij zagen deze foto en wij Mart en ik zeiden gelijk... we moeten naar die koppen kijken. En kijk gewoon naar die hoofden. Je ziet de groeven in de koppen. Je ziet een desolate blik. Deze makkers hebben echt wat meegemaakt. En voor ons is het een... Heel herkenbaar voor een panzervoertuig met militairen. Ja. Maar door die gezichten en die uitdrukkingen zie je eigenlijk wat ze hebben meegemaakt. Het punt is volkomen terecht. Hè. Oekraïne kan deze oorlog alleen maar volhouden als wij in het Westen eindelijk een keer onze boel bij elkaar rapen. En dus heel, heel rap aan het werk gaan. Okay. En die politieke realiteit zien we nog niet. Punt gemaakt. Ik dank jullie hartelijk.